Yo Emmers, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op dit kanaal. Mijn naam is Mika en vandaag spelen we Dark Deception. Kleine waarschuwing voor de mensen die echt niet tegen horror kunnen. Deze game is een stukje enger dan Night of the Consumers. En als je die game hebt gezien, kan je een beetje inschatten hoe het is. Deze game lijkt op Pac-Man. En in deze game is de bedoeling... Nou, weet je wat, we gaan gewoon beginnen. Ik weet een beetje hoe deze game werkt. Ik zal door jullie er een beetje doorheen helpen. Maar deze game is een stuk enger en het is weer op jumpscares gebaseerd. Ook een beetje achtervolging, dus heeft een beetje dezelfde type horror als Night of the Consumers, maar een stukje enger. We gaan een nieuwe game beginnen. Ja, ik heb het even één keer geprobeerd. What the frick? Oké, de bedoeling van het spel is pittig simpel. Ja, weet je, ik zei net ook al, jullie gaan het gewoon zien. Ik ga dit moeilijk doen. It is done. Het is gedaan. Nou, mijn lot ligt in de duisternis. Oké, dat is pretty scary. Oké, wat is de bedoeling? Oeh, deze vrouw. Oké, F in de chat, boys. Beers. Another one. Nice, that's some company again. Come over. Oké. You disappoint me, love. You really what? Do. What? Waarom? Waarom stel je teleur? So many desires. I thought you'd be bigger. That's what she said. That's what she said. Pass on that one. I know everything you've got hidden in that brain of yours. Big brain. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I can see the regret eating away at your soul. Dit is pittig duister. But now your time has come and here you are. To groove and beg. And beg. You can't go back. Only death awaits you there. You've got potential. I see it in you. No, it's a potency in hey. Sorry. I'm so stuck. Oké. Zij zegt dus nu dat ik eigenlijk best wel potentie heb, maar ik het eigenlijk gewoon totaal niet waard ben. F. Beers. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Jo, kom weg dan. And bring them to me. Oké. And you'll get your wish. Wat is de bedoeling? And you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Kan ik ergens het drukken? Ik wil hier naar binnen. Clock's ticking. Oh, hier, daar. Oké, dus dit is het eerste hoofdstuk, de aapjes. Er zijn heel wat hoofdstukken. Dus als jullie dit leuk lijkt, dit is het aapjes hoofdstuk. We rennen daarheen. Please geen jumpscare meteen. I don't like it. Oh ja, is te doen. Eerste hoofdstuk met de aapjes. Monkey business. Oké, dit is een hotel. Bring back any memories. Ding dong, hallo, hallo, ik wil een kamer. Ding 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 ding. Welcome, breakfast and murder free every day until 10 a.m. Oké, top. Die is zo goedkoop, maar zo goed. Wat is dat? Hallo? Wat zijn deze apen ook? Wat is dat? Ik schrok daar lichtelijk. Kijk, wanneer kan ik de lift nemen? Moet ik de lift nemen? Moet ik deze lift nemen? Hallo, ik wil de lift. Yes, de lift. There we go. Hallo, mag ik de lift in? Dank je. Nee, ik wil naar beneden. Hallo? Een of ander... gek... Oeh.
Oh, en... Wat gebeurt er? Now listen closely. Okay. See those floating... Zie je die vliegende stukjes kristal? Dat zijn zielstukjes. Stukje van de menselijk... Nou, ik ga er niet doorheen lullen. Dat werkt niet. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are monsters in here. Okay. And they're looking for you. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl. Just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this. Dus wat moeten we doen? Dit is het eerste. Oké, we gaan beginnen. Nou is het gewoon een kwestie van die roze pakken en let's go. Hopelijk gaan wij niet een jumpscare krijgen, want daar zou ik niet heel blij. Oh, en er zit er één achter mij. Oké, er zit er al één achter mij. Please. Rennen! Enemy stunt. Rennen. We moeten rennen voor ons leven. Echt rennen voor ons leven. Dat was al een van die apen. Warming up. Oké, 50 shards. Doen we goed. Ik wil eigenlijk gewoon eerst de grote delen pakken. Dat we daarna die kleine hoekjes kunnen doen. Want dan kunnen we wat meer vrij rennen. In plaats van dat we deze grote lange stukken... Pause on that one. Kunnen we de lange grote stukken laten. Oké. Oeh, ik hoor er alweer één achter mij. Oké, on fire. I'm on fire, baby. Fire. Oh, hier. Oh, hallo, keukenapen. Oké, ik moet gewoon op de map kijken waar... Oh, daar is er één. Oké. Deze kant op. Niet de andere kant. Oké. Dat is het eerste. Dat is... En dan gaan we weer. We're off. Enemies revealed. I did a full 180. Oh, andere kant op. Hij staat op mijn map. Oké, ik zie ze nu op mijn map, die enemies. Dat is goed om te weten, want dan weet ik welke kant ik op kan en hoe mijn turns kunnen zijn. Nee, daar kunnen we dus niet heen, want dan gaat hij me pakken. Ik ga ingesloten worden. Misschien niet. Ja, ingesloten worden. Oké. Ik ben niet eens zo bang voor die jumpscares. Ik ben meer gewoon... Ja, oké. Ik weet dat die apen het makkelijk hebben, mevrouwtje Bedweter. Let's go. Volgens mij kan ik nu ook niet meer... Nou moet ik 120 dingen halen zonder dat ik weet waar ze zijn. Dat kan best naar zijn. Oh, hier liggen nog heel veel van die shards. Die liggen gewoon voor het oprapen. Ik moet ze natuurlijk allemaal hebben. Dus dat zijn er aardig wat. Oh, ik moet hierheen. Oh, daar staat hij. Andere kant. Oké, 20 shards. Oké. Break the board. Oh, eentje in mijn rug. Heel erg in mijn rug. Oké, en we lopen er weer in de laatste. Dat was het laatste leventje van ons. Heel jammer. Oké, restart. Les checkpoint. Restart. Ik ga dadelijk gewoon hier een snel rondje maken. En dan ga ik... Oké, dan gaan we. Go. Dus hier een snel rondje maken dat we deze hebben. En dan eigenlijk gewoon rennen voor je leven. Eigenlijk zoveel mogelijk op één kant... uit hebben. Dus bijvoorbeeld dit stukje nu gewoon pakken.
Dit rennen. Oh, daar is er al één. Oké, andere kant op. Hopelijk komt er nu niet één vol in mijn gezicht. Dat zou ik heel naar vinden. Ik heb het gevoel dat ze heel dicht op me zitten. Dus ik... Wat? Wat? Hij zit achter me. Heel dicht achter me. Rennen. Hij zit heel dicht achter me aan. Ik moet rennen. Ik heb het gevoel dat je ze outrunt. Dat je sneller bent dan dat zij zijn. Gaan we gewoon weer direct recht door de keuken heen. Oké, let's go. Het gaat goed. Ik wil mijn enemies kunnen zien. Ja, let's go. Enemies revealed. Niet in mijn buurt. Pak deze dan ook nog maar even. Oh, er komt er weer eentje aan. Ik moet hier heel hard terecht doorrennen. Er zit eentje daar achter mij aan. Oké, dit gaat goed. Ik heb al de helft. Oké. Oké, dus deze kant op. Ik kan dit rondje snel maken. Ik moet gewoon blijven rennen. En dan komt het wel goed. Ik wilde mijn enemies stunnen. Yes. En dan ren ik gewoon hier rechtdoor. Dan ga ik hierheen. Nou, eigenlijk gewoon shards collecten. Dat is het belangrijkste. Oké. Maak deze. Oké, dit gaat goed. Oké, laatste 100 nog maar. Dit gaat erg goed zelfs. Wat waar dan? Ik zie ze niet meer op mijn map. Dat is irritant. Nou moet ik goed luisteren. Ik hoor ze, ik zie ze niet meer op mijn map. Dat is super irritant. Verkeerde kant op. Oh, hij zit achter me. Heel erg dicht achter me. Ik kan niet meer, ik kan nu niet terug. Ik kan nu niet terug. Ik moet eigenlijk even omlopen. Ik wil die 3 shards en die extra shards hebben. Oké, hij staat daar. Gaat hem niet worden. Deze kant op. Links. Hop. En turn. Go. Nog maar 47 shards. Dan heb ik hem al gehaald. Oké, ik schrik me de kleren van hem. Nog 3 levens. En go, gaan we weer. Dan pakken we nu deze 4 shards en dan gaan we gewoon verder van waar we waren. We hebben er nog maar 42 nodig. En dan hebben we hem al. Dat zijn er heel weinig. Oké, er is er al één. Ik wil mijn leven op zich wel opofferen voor dit gedeelte. Deze kant op. Deze kant op. Waar moeten we heen? Hier rechtdoor. Oké, daar zit er ook één. Dan hierheen. We moeten gewoon ze ontwijken. En langzamerhand werken we richting de onderdelen van de shards. Weet je, dan gaan we gewoon hierheen. Dan pakken we deze shard wel. Oké, I know dat ik daarheen moet. Maar ik ga gewoon helemaal omlopen om ze eigenlijk weg te lokken bij de shards. En op die manier kan ik dan makkelijker weer daar komen. Want er liggen nog heel veel losse shards. Ook hierachter nog, zie ik. Nou, dat is goed. Dan pak ik die wel.
zie achter ook nog shards liggen. Al die shards heb ik gewoon nodig. Nog maar een paar shards en dan zijn we al klaar. Go, go, go. Rennen. Hij zit heel dicht op me. Deze guy zit heel dicht op me. Ik heb geen andere keuze dan nu gewoon committen. En gewoon go. Full go. Ik zie er daarachter nog eentje. Dus ik loop er even om. Ik loop nog om. Ik hoef nog maar 3 te shards. Laatste shard. Oeh, hij is dichtbij. Hij is dichtbij. Hij is gretig. Of van zover loop ik echt bijna rechtop af gewoon. Oké, niet die kant op. Nope. En we gaan linksaf. Hoppatee, even een omweggetje maken. Meneer de aap. Oké, rechtdoor. En dan zijn we er. Boom. Ha, boom! Let's go! Easy game! Haha! Close. Who dares? Shoot, he knows you're here now. You need to escape. Get to the portal. Hurry! Moeten we hier erin? Oh shit. Dat was wel even een beetje creepy. Ik heb het gehaald. Dit was niet een hele lastige game, om heel eerlijk te zijn. Oh shit, wat moet ik doen? Run, run. What the fuck? Rennen! No escape for you. Go! Boom! You escaped. Let's go. Oké, ik heb een secret. Ik heb geen secrets gevonden. Je kon dus deuren openmaken. Dat was trouwens, dat waren secrets. Ik zag op sommige deuren een handje. Dus dat is dingen. De tijd. Super kort. Soul shards. Alles. Bonus shards. Extra. Ik heb die extra rode gehaald. Secrets. Niks. Life lost. 1. 1 leven heb verloren. Shard streak. 200. Mijn score is 364. Dat vind ik een heerlijke score. Soul shards. Level 1. Oké. Okay. Wat gaan we krijgen? Boom. Level 2 ben ik nu. Oké. Okay. Dus ik heb nog SP. Ik weet niet wat SP betekent. Oh, daar is die heks weer. Wat motje. Goed. Wat goed. Sooner than I was expecting. Oh, dat is... What the heck? Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring and there will be consequences. This is your only warning. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. The ring piece. Place it at the altar. Now. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name. Dit boeit me niks. Spam F. Ik vind het wel leuk dat F ook gewoon het dingetje is waar zij mee doorselecteren. Oké, dus als het goed is heb ik de ring piece. More pieces to go. Are you ready for another nightmare? Dat is de vraag aan... Dat is de vraag aan jullie. Gaan wij door met deze game of gaan wij een andere doen? Jongens en meisjes, emmers. Dit was alweer de aflevering van de horror game. Ik heb heel erg genoten. Ik heb een paar keer goed geschrokken. Ik vond het op zich wel een beetje een enge game. Maar het was een stukje enger dan Consumers, maar niet super eng. Het is een zeker een leuke game en deze game heeft nog een aantal dingetjes vrij te spelen. We zouden volgende keer op kunnen gaan naar die. En misschien zelfs een extra ronde doen. Oh, ze is een beetje in hetzelfde mompelen. Laat haar. In ieder geval. I see you.
Dat is creepy. In ieder geval, we zouden dus nog een extra portaal kunnen doen. En nog een leuk horrorleveltje spelen. Als jullie deze game leuk vinden, laat dat mij weten in de reacties. Of ik deze nog een keer moet gaan doen. Zo ja, of niet. Of een andere game gaan proberen. Want ik vind het wel leuk. En als je... Stop! En als dit echt leuk is, en als jullie dit echt leuk vinden, kan ik hier een korte horrorserie maken van in de grote horrorgames die we spelen. Lijkt me op zich wel leuk. Laat me jullie weten wat jullie ervan vinden. Ik wil je danken voor het kijken naar deze video. Doe dat blauwe duimpje omhoog als je genoten hebt of geschrokken hebt. Mag natuurlijk ook. Vergeet niet om te abonneren, want ja, het is gewoon gratis. Waarom niet? Waarom niet? Dat is een goede vraag. En doe dat belletje aan. Dat is ook gratis. Boom. Wie wil dat nou niet? Ik wil je danken voor het kijken en dan zie ik jullie allemaal de volgende week weer bij een nieuwe horrorvideo. Later. Joejoe.